Nou, Geertje heeft de hele dag hard gewerkt. Hij heeft een prachtig rachelplafond geïnstalleerd. En zoals we hoorden van Bert, op zijn gunning zeg je dat niet, rachels. Want dan moet je spugen tegen het plafond. Dan zeggen ze regels. Wij zeggen... Rachels. Rachels. Nou, wij zeggen rachels in het Westen. Hij heeft zelfs de lichtpunten per sportje al in orde. Dus het plafond kan erin. En dat gaat hard, buikeltje. Dit ziet er ook erg netjes uit allemaal. Netjes, netjes. Dus waar deze twee hangen, daar komen dus 1, 2, 3, 4 spots. En als je deze weer meetelt, dan heb je op de lange kant 1, 2, 3, 4, 5 spots. In totaal zijn het er 8. En dan deze lamp, die hangt omdat we anders helemaal geen licht meer hebben. En die twee, uiteraard. Ja. Netjes. Gaaf. Ja. Hard gewerkt, jongen. Zo, ze schiet een beetje op. Ja. Nou, dan gaan we eens even lekker een soepje eten. En dan is deze dag ook weer om. Toch? Nee, nog niet. Nee? Nee, maar, bijna. Maar voor het vloggen wel. De klusdag is voorbij. De klusdag is voorbij. Voor een andere dieren. Precies. Geer is bij de kippies. Dat is het licht wat je ziet. Indy begon aan te slaan. Ik heb de trailcamera binnen, maar nog niet uitgepakt. Dus dat ga ik snel doen. Zodat we hem in kunnen zetten vannacht. Nou, zo te zien zijn alle kipjes in ieder geval in orde. Zo, onderpootje. Even zijn pootjes knippen. Nou ja, ik kan pootjes niet, de haartjes van de pootjes. Kom hier. Zo, hoppatee. God, hij vindt het echt pure verwenderij, hè? Dat doen we omdat dan de sneeuw niet blijft hangen. Ijsbolletjes vormt tussen zijn pootjes. Ik ben er klaar. Zo, laatste. Dit is gelukkig een 4. Helemaal overgave. Ja, ja. Je bent de baas. Dat kleine schapenvelletje, dat is zijn velletje. En dat leggen we hier voor de haard. En dat vindt hij zo ongelooflijk lekker. Zo. Kijk, die liggen dan. Kijk, die liggen dan. Zo, ik ben geknipt. Ik ben er met de kapper geweest. Oh. Weet je het? Ja. Zo. Dat was fijn. Je hebt een mooie pootjes. Dat was fijn. Kleine duvel. Zo, nou. Goed. Dit hebben we zo? Oh, oké. Okay. Nee? Nou, is goed. Hallo. Hier kreeg ik een kusje. Oh, kreeg ik een kusje. Nou, opruimen. Wat ben je aan het opruimen, jongen? Ja, want dan krijg je weer een beetje lucht. Ja. En dan weet ik ook weer waar alles is. Ja. Ik zal er even terug waar het aankomt, maar zoveel dingen ook niet nodig. Nee, ik merk ook gelijk dat ik die paar kasten weg heb gehaald. Want de kasten die ik nog had, die zitten echt stampvol. En het is allemaal voorraad, want onder de trap hebben wij een grote kast. Kijk, dat is deze. Die heeft Geer toen gebouwd. Dit was gewoon... De hele trap zat er niet, die heeft Geer gemaakt. En toen hebben we deze ruimte dus benut door er een kast te bouwen. Maar die staat stampvol met van alles. Als ik deze opentrek, dan zie je de keukenapparatuur. En die uit de kast kwam boven de koelkast. En in deze kast is het chaos. Dat is hondenvoer en zak. En het gaskacheltje uit Crazy Daisy, het gasstelletje wat we met kamperen altijd bij ons hebben en de gasbarbecue. En nou ja, de centrifuge, wat wc-papier en een leeg doosje en hondenvoer. En daarachter schoenenpoetsmiddelen en andere troep.
Ja, het is een zootje in huis. Overal ligt wat, overal staat wat. Ik heb hier zelfs nog mijn rendier staan van de kerst. Het wordt dus tijd om op te ruimen. Kijk, natuurlijk. Waar we licht. Waar we het lichtje aan kunnen doen. Nee, precies. De meisjes er zeker niet. Jongen. Plop. I'm harder. Okay. De kopie van dat beest. Zit hij mij aan te kijken zo van... Slurp. Oh. Het is een vrijdoos ook. Nee joh, je hebt geen vrijdoos. Dat vind je helemaal niet leuk dit. Van de week was hij... Was hij zo bezig met affectie geven dat hij omhoog sprong en in mijn neus beet? Nee, hallo, dat vind ik wel heel erg amicaal. Slurp. Nou, Indy, ben jij eindelijk klaar? Jongen, ja, wat ruiken we nou weer? Dit is de trailcamera. En hij is van Siomur. Siomur is een merk wat voor mensen met trailcamera's bekend is. Nou, mij niet. Ik heb er nog nooit een gehad. Maar we gaan hem even unboxen. Nou, unboxen maar, hè. Oh, ze hebben Facebook, Twitter en Google+. Op de doos staan. Ja. Zie maar. Handleiding. Daar is de camera zelf. Oeh. Het lijkt op een alien ruimteschip bijna. Daar is het schermpje om te programmeren. Ja. Ja. Sleuf voor de kaart. Microfoon. Hij heeft statiefhoudertje. Ja, hij heeft wifi, WLAN, Bluetooth connection. Dus... Houders voor een spanband. Ja. Ik zal de specs even van internet halen voor de liefhebber. Of de link plaatsen, misschien is dat beter. Hij geeft dus overdag film en foto's. Je kan kiezen tussen film en foto's of een combinatie. Kleur, uiteraard. En 's nachts infrarood. Oplaadsnoertje. Mm-hmm. Heeft nog een hele ouderwetse micro-USB. Oh ja hoor. Okay. Een nieuwe camera. Spanband van de boom. Een elastiekje erbij. Nee. Joepie. Hij is weer thuis. Ja. Dat is een flinke boom. Dat is 2 meter heb je hier. Ja. Dus een boom met een omtrek van 2 meter kan je net niet omheen. Nee. Want je moet ook een beetje er doorheen steken. Ja. Nou, die heb ik hier niet in mijn tuin staan. Dus. Ja. Zit er nog meer bij? Ja, een doosje. Niet mijn huis, dus ik kan er op. Nee, dat heb ik door je. Nou, doe even volgende keer bij hun. Ja. Nou, dat doe jij al, dus maak geen reet uit. Ah, kijk, een grondplaat. Station. Aan de boom. Zo. Ja, je kan hem aan een paal vastschroeven, zodat hij niet gestolen wordt. En dan zijn hier de... Oh, er zit er zo'n stilbootding op. Dus dan kan je hem hier aan vastmaken. Ja. En dan kan je die hier in doen. En dan kan je hem richten. Ja. Yep. Nou, man. Mooi. Oh, hier is het USB-gaatje. Ja. Hier is het DC-gaatje. Oké. Okay. Oh, wacht even. Dat zit verstopt achter deze klep. Daarom zag ik het niet. Dus ja. Kijk, zo kan je hem... Ja. Terwijl hij buiten is, opladen. Ja. En als je hem naar binnen haalt, kan je hem met USB opladen. Waarschijnlijk. Ja, dat vermoed ik. Ja. Hier heb je de... Aan- en uitknop. Doet nu niks. Uit. Ja, oké. Okay. Nou, nu doen wat iedereen zo geweldig vindt. Zo.
Ja. Volgende. Tweede lens hier. Wat is dat? Dat is volgens mij geen tweede lens. Waarschijnlijk een lamp. Dat is allemaal infrarood volgens mij. Dat zijn sensors. Nee, dat zijn drie sensors. Oké, dat zit hier achter de infraroodlampjes dus. Ja, die sensors die gaan 120 graden. En dan deze, voor het schermpje. Oeh, die zit stevig. Ja. In de lensje met? Wat zit er al? Zit er nog eentje op? Wat? Oh, is er nog een talent, ja. Kijk. Zo. Nou. Dat is hem. Batterij erin? Daar staat dat hij 6 volt en 2 ampère kan je mee opladen als je daar een oplaadsnoertje voor hebt. Of anders gewoon met het USB-kabeltje. Jij hebt daar een langer USB-kabeltje, dus doe daar maar mee. Moet de klep openmaken? Ja, hoppeltje. Door. Kijk aan. Oh, hij zag mij zelfs even. Nou, dan kun je Engels kiezen en zo. En, ja. Kijk. Oh, daar zit de batterij la. En ja. Je hebt een QR-code met een filmpje. Voor de apps waarschijnlijk ook, voor op je telefoon. Yes. En hoe je hem de SD-kaart instelt... contact met Bluetooth en wifi. Hoe je hem wil instellen, precies. Settings van de camera. En allerlei keuzes. Dat is goed. Is gebruiksaanwijzing misschien toch wel handig? Ik ben een vrouw, ik lees gebruiksaanwijzingen. Dat doen wij niet, hè, pap? Nee, hoor. Ga nou alsjeblieft niet zitten instellen, dat is Duits. Ja, dat snap ik. Maar ik ben kei aan het, dat hebben ze niet tussenwoordig. Ze zijn getrouwd. Dat is toch wat merk je, hè? Ja, oké. Ja, dan wordt het moeilijk. Dan mag ik het doen. Maar dan is het Engels. Zal ik het filmen terwijl jij doet, Steve? Oké. Naast me zitten. Oké, eens even kijken. Hoe werkt dit? Elke modeknop op en neer. Het is 2000. Zo zien jullie eruit. Haha. Volgens mij ben jij dat, ik heb meer haar. Ja, nou, maar ik heb het over de camera. Leuk ben jij. Grappig. Grappig. Maar hij geeft inderdaad aan dat er geen geheugenkaart in zit. Ik zal hem even pakken. Wacht maar. Ja? Ja. We hebben hier een geheugenkaartje van... Hoe groot is die? Die zit erin. 32 gig. Nee, Je hebt zo'n... Het is een adaptertje. Ja. 32 gig. Ja. Moet genoeg zijn. Dan gaan we kijken als we die erin stoppen. Ze willen dat het er zo in gaat. Dus met het hoekje naar boven. Nou, dag! Toch ging die uit. Nou, even kijken. De kaart heb ik erin gezet. Ik heb trouwens ontdekt waar de batterijen zitten. Oké. Dit. Druk je dit knopje in en dan komt die. Boop. Aha! Kijk. Ja, dus hij laat niks op. Hij. Nee, je moet in de batterijen stoppen. Ja, het moet waarschijnlijk oplaadbare batterijen om het op te laden. Ja, maar je kunt hem opladen. Ja. Ja. Pak even een batterij. Heb je 8 stuks? Ja, 4 of 8. Je kan kiezen. En 8. Zo, ik heb weer bewezen dat ik op de basisschool heb gezeten. Lang geleden. En nou, bezoek je niet meer uit. Nee. Dat is mooi. Dan gaan we even kijken. Auto record ready. 3, 2, 1. En dan begint hij al te filmen, denk ik. Hi! Installeren. Trill Camera Pro 2. Oh, onscherp. Ja.
Bluetooth. Make sure the camera is close to your Bluetooth enabled smartphone. Nou, dan hebben we hier de app. Je kan hier zeggen van klik om te filmen. En dan kun je kiezen video of foto. Please wait. En dan kan ik hier een foto maken. Dus ik kan even zo klik. En dan heeft hij een foto gemaakt. Dan kan je hier helemaal links kan je door je album heen. Hier. Oh ja. En dan zie je de foto die we zojuist gemaakt hebben. En dan kan je hier kan je klikken en dan kun je de filmpjes zien die er gemaakt zijn. Nou, we hebben nog geen filmpjes gemaakt, er staat nog niks. Okay. Klik je er weer op, dan zie je de foto's. Mm-hmm. Terug daarboven. Nou, hier onderaan staat allemaal tekst. Er staat de datum en de tijd. Ja. En hier staat zelfs de temperatuur in Celsius en Fahrenheit. En de camera's naam. We hebben hier een knop voor instellingen. En dan hebben we eigenlijk allezelfde instellingen die we net op dat ding zelf hebben gedaan, maar makkelijker bereikbaar. Makkelijker bereikbaar via de telefoon. Dan staat hoeveel gigabyte je vrij hebt. Wifi off na zoveel tijd. Camera naam. Ja, alle instellingen die we zojuist hebben gedaan. Ja, netjes. Dus, nou ja, nu is het in principe ophangen, aanzetten en testen. Ja, gaan we doen. Gaaf. Thanks. Nou, al met al wel een klikke cameraatje. Voordat we hem getest hebben nog. Maar het ziet er veelbelovend uit. Zetten we hem uit. En dan doen we hem dicht. Nou, rugcamoufleert zie je tenminste niet. Ja, kan je hem nooit meer terugvinden. Dan heb ik hem ook weer gelaten. Ja. Wat een goede tip is voor alle die zo'n ding neemt. Ja. Zet je telefoonnummer of naam en zo op de achterkant. Ja, of daarin. Ja, of daarin. Want, of gewoon erop. Eigenlijk het beste om het te doen waar mensen het kunnen zien. Als ze je camera vinden. Mm-hmm. En bijvoorbeeld als je hem in het bos ophangt en iemand gaat voor je camera zitten plassen en daarna je camera zien, dat ze kunnen opnemen van, hey, ik heb dit gedaan, zou je dat alsjeblieft willen deleten? Ja, als ze namen je kaartje eruit. Ja, dat wil je dus voorkomen. Ja. Maar daar zit hier een gaatje voor een hangslot op. Oké. Okay. Zodat dat ze niet bij je geheugenkaartje komen en zo. Oh, ik heb een klein hangslotje. Ja. Dus dat is handig. Oké. Okay. Netjes. Yep. Mooi. Ophangen. We gaan hem testen. Thanks. Zijn ze allemaal buiten, je vriendjes, Indy? Hè? Zijn ze allemaal bij elkaar? Het is toch wat, hè? Nou, dit wordt de nacht van de truth. We gaan eens kijken of we de vos op beeld krijgen. Hier gaan we de camera ophangen aan de muur. En dan heeft hij 120 graden. Dus dat is 240, 300, dat is een derde ongeveer van een cirkel. Ah, kijk, daar komt Geertje. Ik denk niet heel erg hoog. Ik denk een beetje hier zo. Ja, zoiets. Nou ja, hier komt natuurlijk helemaal niemand. Je kunt deze camera dus ook als surveillance camera gebruiken. Dus de Bluetooth die je gebruikt, die connectie, die is er altijd. En via de Bluetooth kun je dus de wifi aanzetten. De wifi. Zodat je dus foto's en filmpjes kan downloaden of een opdracht kan geven. Instellingen kan veranderen. Zodat je dus niet naar je camera hoeft te klimmen als die bijvoorbeeld daar zou zitten. Of hoog in een boom. Dat is een beetje lastig. De batterijen gaan, ik dacht iets van 8 weken mee in standby modus. Dus dat is kleine 2 maanden. Dat is ook handig om oplaadbare te hebben. Schroefje erbij voor de stabiliteit. Op goed geluk. Die heeft vlees. Nou, dan zetten we hem helemaal recht.
Kan je je schroeven draaien of iets erbij? Ja. Hey, thanks.